ik denk dat dit de auto is die Audi heel erg nodig heeft. En het is noodzakelijk, hè, want de concurrentie is hevig. Voorsprong door techniek, het credo van Audi. Het is een beetje onder het stof geraakt de laatste tijd. We hebben een Q4 en die is pas een beetje opgewaardeerd. En dat is op zich gewoon helemaal geen verkeerde auto, maar technisch een Volkswagen ID.4. En dan hebben we een Audi GT en dat is dan een Taycan. Dat is op zich een innovatieve auto, niet reuze efficiënt. Dan hebben we de Audi e-tron, Q8 heet die tegenwoordig. Dat is natuurlijk nog de e-tron. Niet meer grensverleggend. Maar ik heb goed nieuws. Dit is de Audi Q6 en deze auto moet de payoff, voorsprong door techniek, weer helemaal gaan waarmaken. Nou moet je, jullie zien hem hier, hè? Zo'n blognootje, proberen even deze dagen de journalisten uit te hangen. Ik ben in München en ik ben de afgelopen dag, vandaag en gisteren, ongeveer 6 uur ondergedompeld in alle techniek van deze auto. Ik heb er ook mee mogen rijden. We staan hier natuurlijk onder het licht van de studio. Ik heb er ook mee mogen rijden. Allemaal stiekem en spannend. Ja, hij wordt nog geïntroduceerd. De auto komt op de markt deze zomer. Maar ik ga jullie alles vertellen in deze video waarom de Audi Q6 nou wel voorsprong door techniek heeft. Als we nou eens beginnen met de verlichting, hè. Audi is een beetje the god of light. Dat hebben ze zich een jaar of 10, 15 geleden hebben ze zich dat toegeëigend. Wij gaan het merk zijn van de verlichtingstechniek. Matrixlampen, dat betekent, als je groot licht op hebt en daar verderop fietst iemand, dan pakt hij dat gedeelte net geen groot licht. En de rest eromheen wel. Hij verblindt je niet, maar jij achter het stuur ziet heel erg veel. En als we dan eventjes naar de achterlichten gaan, die achterlichten zijn ze zo ontzettend trots op, OLED. Maar die kunnen van alles en nog wat. Op het moment dat daar verderop een auto met pech staat, jij komt er aanrijden, de auto ziet de auto met pech, maar de auto's achter jou zien dat nog niet, dan komt er hier een gevarendriehoekje te staan. Zomaar een kleinigheidje. Die lampen die zijn adaptief, die denken met je mee. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in Nederland bepaalde wetten voorschrijven dat sommige dingen in een achterlicht wel mogen, maar in andere landen, aan de andere kant van de wereld niet. Dan doen ze dat daar niet. En bij ons wel. Het kan ook zijn dat er weer nieuwe dingen komen, nieuwe mogelijkheden komen. Nou, de hardware zit er allemaal in. En door middel van over-the-air updates wordt de software aangepakt, zodat die achterlichten veel meer kunnen. Die kunnen dus meer dan alleen maar laten zien dat de auto er is. Ze kunnen communiceren. Zomaar een paar van die dingen. 800 volt laadtechniek. Daar zijn ze zo trots op. De nieuwe Porsche Macan, de elektrische Macan, die staat op dezelfde architectuur. En die heeft ook die 800 volt laadtechniek. Dat is eigenlijk helemaal niet zo boeiend voor jou en voor mij. Waar het om gaat, is dat die auto snel laadt. En hoe die dat doet, maakt helemaal niet uit. Hij laadt snel op 270 kilowatt. En ik heb de koppelkrommen gezien, die eigenlijk heel lang heel erg recht is. Tot ongeveer 38% state of charge. Dus 38% gevulde inhoud van de accu. Laat die volledig recht. En dan zakt die langzaam af. Wat ook wel aardig is, hier zit er een. En aan de andere kant ook. Optioneel. Dus je hoeft niet meer, als je achteruit rijdt en die laadpas staat daar, oh, hoe moet ik het ook weer doen? Het maakt eigenlijk niet uit. Er zit er aan de ene kant, er zit aan de andere kant. Aan AC op 11 uiteraard. Optioneel op 22. Nou is de auto-industrie met de elektrische auto's eigenlijk op zoek naar drie dingen. Hè? Performance. Nou, dat hebben ze wel. Ik bedoel, het is een elektrische auto, dus altijd veel vermogen. Efficiëntie. Die is heel erg belangrijk. En gewichtsreductie, want die auto's die zijn gewoon heel erg zwaar. Neem je nou de versie met de dikste accu, de 100 kWh accu, dan weegt die nog altijd dikke 2300 kilo. Dus het is een zware, zware auto. Maar dat geldt natuurlijk voor al die andere elektrische auto's ook. Er komt ook een versie met een 83 accu. Daar zijn dan eigenlijk twee modules uitgehaald. Die is een kilootje of 70 lichter. En dat wordt uiteindelijk de basisversie. Die basisversie die zal te koop komen voor ongeveer 65.000 euro. Het zit dus tussen de Q4 en de Q8 in. Heel logisch. Ook qua maatvoering. Hè? 4,77 meter tegen ongeveer 4,60 meter voor de Q4. Tegen zo'n 4,85 meter voor de Q8. Dit is de meest interessante. Vergeet die Q8. Hè? Dit is de auto waar het om gaat. Die basisversie van 65.000 euro.
krijgt achterwielaandrijving. Daar dus onder je elektromotor. Met een basisaccu. En dan kun je uiteindelijk helemaal doorgaan, zoals dat altijd bij Audi gaat. Hè? Met een SQ6, met de allerdikste accu, met twee elektromotoren. En dan heb je een kleine 600 pk, dan heb je een actieradius van ongeveer 600 km. En dan heb je een full-size, hele dikke elektrische SUV. Is dat de meest interessante? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de basisversie met één elektromotor, dus geen quattro, één elektromotor. Maar er zitten zoveel systemen op die auto dat tweewielaandrijving ten opzichte van vierwielaandrijving niet meer zo heel veel uitmaakt. Die basisversie, dat lijkt mij de meest interessante. Want de auto laadt namelijk heel snel. Dus waarom zouden we zo'n hele grote accu moeten gaan? Dan moet je allemaal afrekenen, hè? Meer accu, moet je afrekenen. Hoe vaak maak je daar nou gebruik van? Nou, op het moment dat een auto heel snel laadt, maak je daar iets minder gebruik van, want je kunt namelijk vlot opladen. Ik moet dus eventjes door mijn aantekeningen heen gaan. Een van de mannen die heel belangrijk is geweest voor het interieur van de Q6 is Matthijs van Tijl. Dat is een Nederlander, die zit al heel lang bij Audi en die is verantwoordelijk voor het interieur. En als we dan kijken, daar zit een curved scherm in. Ik heb een hele poos met hem staan praten. Hij zegt, een goed interieur, die moet je betrekken bij het autorijden. Dan moet je, als je achter het stuur gaat, dan moet je in die auto zitten. Die auto moet je als het ware omvatten. En dat is de reden waarom ze gekozen hebben voor zo'n meedraaiend scherm. Dan heeft hij hier een extra scherm. De bijrijder, die kan van alles en nog wat daarop zien. Kan ook vermaakt worden. Maar wel zo dat jij achter het stuur daar geen last van hebt. Je ziet het niet. Dus je wordt niet afgeleid. Het is zeer intuïtief. Het gaat heel ver, hoor. Want ik heb alleen hier al denk ik een uur brainwash gekregen. Van hoe het allemaal werkt. Hoe het functioneert. Hè, met AI. Met perfecte stemaansturing. Nou, dat geloof ik wel. Er zijn overigens meer merken die dat heel goed kunnen. Waar het mij vooral om gaat is die bouwkwaliteit, die natuurlijk altijd goed is bij Audi, maar toch nog weer net eventjes op een hoger niveau komt. En gewoon dat hele gevoel als je in de auto zit. Dan heeft hij, hier zie je het, zo'n lichtbalk. We hebben heel veel auto's. Deze lichtbalk communiceert weer. Op het moment dat je de richtingaanwijzers gebruikt, kijk, dan zie je dat. Ja, hier nu aan de linkerkant, daar aan de rechterkant. Het zijn van die kleine dingetjes die ervoor zorgen dat wat je doet, dat je dat ook ietsje duidelijker wordt gemaakt. Je weet dat je het aan het doen bent. Op het moment dat de auto laadt, dan zie je dat. Er zijn eigenlijk allerlei situaties en dan communiceert de auto door middel van licht met jou. En dat doet hij dus met die achterlichten, ook met achteropkomend verkeer. Licht, dat is zo'n beetje alles waar het bij Audi om gaat. Hè? The God of Light. Ja, het regenereren. Dus ook, daar zijn ze heel trots op bij Audi. Dat regenereren, en dat deden ze bij de Audi e-tron, de Q8 e-tron ook al wel goed. Dat doen ze toch een klein beetje anders dan de gemiddelde andere merken. Op het moment dat je remt, dan is er bij vrijwel alle auto's een hydraulische verbinding. Via een slangetje naar die remmen heeft deze niet. Het is brake by wire. En hier zit natuurlijk wel hydrauliek, want er zitten ook remschijven en er zitten remklauwen. Maar dat remmen, in dit geval in combinatie met recupereren, regenereren, het opwekken van energie die anders verloren gaat. Hè? Nou, dat zit hem in de radar, dat zit hem in het navigatiesysteem en dat zit hem in de elektronische aandrijflijn. En al die dingen die werken samen en op het moment dat je van je gaspedaal gaat, dan haalt die energie eruit. In hoeverre is dat dan anders ten opzichte van normaal? Nou, je kunt feitelijk tot een ABS-actie volledig regenererend afremmen. Dus al die energie, niet het grootste gedeelte, nee, al die energie die wordt omgezet. En dat is zo belangrijk. Hè? Want dat is eigenlijk het grote verschil tussen een elektrische auto en een niet-elektrische auto. Dat, vooruit gaan ze wel, maar op het moment dat je af moet remmen, dan moet je die energie die je mee hebt genomen, of die je gebruikt hebt in het vooruitgaan, die moet je gewoon weer kunnen gebruiken. En dat doen ze heel goed. En ik heb hier gereden, hè, op een testbaan. En ik was eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En je ziet het ook, hè, aan een soort grafiekje op je dashboard. Hij blijft heel lang groen. Je kunt heel hard en veel remmen, puur op het regenereren. Dus dat is allemaal energie terugvragen. Uiteraard heeft de auto, de Q6 heeft preheating. Hij heeft een warmtepomp en ze zijn
heel zuinig op die accu, die natuurlijk ook heel kostbaar is, hè? De lithium-ion accu. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben aan de onderkant, eigenlijk tussen de onderkant en de accu, zit een glasfiberplaat. Die beschermt die accu uiteindelijk dan nog meer. Ja, en is dit dan de auto die Audi er weer bovenop helpt in de zin van innovaties? Hè? Want ze doen het goed hoor, ze doen het op allerlei gebieden goed. Maar ze moeten wel meelopen. BMW doet het goed, Mercedes blijft misschien een klein beetje achter, de Chinezen doen het heel erg goed. Deze auto gaat het verschil maken. Hij moet natuurlijk in eigen huis concurreren met de elektrische Macan, die iets meer sportief geënt is. Hè? Dat is iets meer een rijdersauto. Deze auto, ik heb er maar een klein stukje mee gereden, maar deze is eigenlijk wat comfortabel, wat functioneler, wat meer voor alle dag. Ja, ik denk, hij zal het moeten bewijzen, het heeft ook alles te maken met de prijsstelling. Wat krijg je voor die 65.000 euro? Maar ik denk dat dit de auto is die Audi heel erg nodig heeft. En het is noodzakelijk, hè, want de concurrentie is hevig. In elk opzicht hevig. Kijken we dan nog eventjes naar de binnenruimte. Ik zei het net al een klein beetje, hè? De Audi Q8 is iets duurder, dus een centimetertje of 10 groter. Ga je dan puur kijken naar de packaging van de Q6. Het is allemaal nieuw, hè? Het is helemaal nieuw. Terwijl die Q8 natuurlijk nog wel een klein beetje leunt op oude techniek van destijds. De packaging van deze auto is veel beter. Ik heb onlangs nog een rit gemaakt voor het RTO4-programma De Mooiste Wegen naar Engeland met de Q8. En dat is een goed ding. En die heeft een hele grote accu, dus die komt ook behoorlijk ver. Maar deze auto doet totaal niet onder op het gebied van functionaliteit, van bewegingsruimte. En uiteindelijk heeft hij een heel groot voordeel waar het gaat om snel laden. De totale vermogensafgifte, het heen en weer gaan, hè, van vermogen geven en recupereren, dat hele pakket, dat doet hij zo goed. En daarmee durf ik wel te stellen dat de Audi Q8 een beetje overbodig geworden. Het gaat nu om deze auto, de Q6, Q4, Q6, Q8. Alles wat even getalletjes heeft, dat is elektrisch bij Audi. En dan komt er nog dit jaar een A6. En als je een A6 wil hebben met een benzinemotor, dan kan ook, dan heet die A7. En dan komt er ook nog een A6 Avant. Dus deze basis, het PPE-platform met 800 volt techniek, met twee accuformaten, 8300, dat is de basis voor een aantal toekomstige modellen van Audi. Binnenkort op de markt, deze zomer, vanaf 65.000 euro. Design? Nou, mogen jullie zelf even overoordelen. Toen ik hem zag, toen dacht ik, nou, ik zie eigenlijk niet zo heel veel verschil met een Q8. Toen zag ik de Q8 ernaast staan en dan zie je overigens dat dit, hè, die heupen, de nadruk op die achterkant, dat is eigenlijk allemaal wat sterker. Het is heel erg herkenbaar als een Q8. Het is wel wat dynamischer. Maar het onderscheid is ook weer niet reusachtig groot. Dus als je toevallig nog een Q8 eruit, dan hoef je er niet voor te schamen. Ja, de Audi Q6. Voorsprong door techniek. Nu alweer een beetje.